Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Is het woensdag? Is het dinsdag? Het is woensdag denk ik. Woensdagochtend, het is 9 uur. En ik ga naar de bakker, want ik ga ontbijten. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga ontbijten samen met Celine, Sarah en Louisa bij Celine haar thuis. Dus dat is het plan. Ik sta in voor de broodjes. Dus ik ga nu de broodjes halen. Ik ben er! Hallo! Dag! Nou, doe dat dan! Doe dat! Goed zo! Goed zo! En we zijn aan het wachten op Sarah en Louisa. 30 minuten te laat. Ondertussen al 36 minuten. Ik denk dat ze er zijn, want ik kreeg melding. En we hebben honger. Ja. Into your early life romance game. And in that 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 game. Ik ben ondertussen terug thuis. Het is denk 3:30 nu. Maar ik moet zondag naar de garage. TV staat hier echt niet de hele dag door. Allee, jawel. Maar ik zet altijd Excite op, omdat je dan muziek hebt. Dus ik zet altijd de tv op voor muziek. Omdat ik geen radio heb en ik kan wel dat boxje aanzetten. Maar als ik dan berichten krijg op mijn gsm, dan komt dat er ook op. Dus dat is vervelend. Maar alleszins, morgen is het de grote dag van... ons event samen met Charlotte van mijn zus Charlotte. En er moest nog wel redelijk wat gebeuren. Dus heb ik allemaal in orde gemaakt. Morgen zal het meeste werk zijn alles klaarzetten. Dus wel spannend. En deze avond ging ik nog de bloemenmuur zetten. Dus is wel nog wat werk. Maar oké, ik wou jullie heel graag eigenlijk deze spiegel laten zien. Die daar hangt. Ik zal het zo laten zien. Wacht. Tadaa. Dit is dat hoekje bij die stoel. En ik heb daar nog een spiegel gehangen. Die is van de Lidl. En Celine had die twee keren. Dus één heeft ze aan mij gegeven. En ik vind het echt super leuk. Ik dacht eerst, ik weet niet of ik hem wel leuk ga vinden. Maar als ik het nu zo zie in het hoekje... Vind ik hem wel leuk, want daar was wel, daar mocht nog zo wel iets extra zijn. Dus ik vind hem wel tof. En het is deze trouwens van Melinera. Of hoe noemt het? Maar hij is van de Lidl. Oh, bij de Lidl online kun je hem vinden. Ik ga even nog een beetje werken. Ik heb een nieuw notitieboekje van Antwerp Avenue. En ik ga dat gebruiken. Oh. Nieuwe notitieboekjes zijn altijd zo tof van mij. En kijk hoe mooi. Ik vind de kleur echt zo mooi. En fresh out of fucks. Hoe tof. Oh, staat ook echt zo. Oh, je kunt er gewoon iets insteken. Hoe tof is dat? Ik zou het niet eens gezien. Oh, je hebt ook papiertjes zonder strepen. En een deel met. Oh, en een deel met zonruitjes. Wauw. Oké, dat is kei tof. Ik had ook twee hoesjes vandaar. Working on it. En het andere is hier op mijn gsm. Sweet as honey, busy getting money. Dus die heeft echt zo girl boss quotes. Dus dat is wel zalig. En die zijn ook wel goed beschermd, want vele vragen dat altijd bij Ideal of Sweden. Ik heb hier een liggen. Ziet dat die niet... Zo'n extra bescherming hebben. En deze hebben dat wel. Ik weet niet als je het ziet. Maar dit zit echt zo rond je gsm helemaal. Voor mij persoonlijk moet dat nu niet. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die dat heel graag hebben. Dat van voor ook zo beschermd is. Zoals hier. Ik weet niet als je het ziet. Maar hier zit echt zo'n randje rond. Dus deze hebben dat. Thank you.
Oké, we zijn op event. Het is de volgende dag. Vandaag zo druk met alles klaarzetten. Maar het is gelukt. Hey, Charlotte. Onze mama's komen helpen. Celine, mama en mijn mama. En dan een vriend van Charlotte. Dat is van de Greven. Die gaan oorbelletjes schieten, maar die zitten boven. En ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Hier zijn schoenen die je kunt kiezen en passen op dat proefje. De kleding, nachtkleding, hier om te passen. Nachtkleding, tassen en schoenen. Ja, ook kant, hè? Normaal voor zomer. Ah. Bikini body is er ook. Hey, Shell! Wow, dat ziet er keigoed uit, wel echt. Thuis van het event. Ik denk echt dat ik niks heb gefilmd. Ik ben er zeker van dat ik niks meer heb gefilmd vanaf het moment dat de mensen zijn binnengekomen. Maar er was ook echt geen mogelijkheid om te filmen. Er was zoveel volk. Ja, echt veel volk. En het was echt leuk. Fijn ook. De mensen konden kennis maken met Bikini Body by Chill. Ze konden kennis maken met de LPG en de cryo en alle andere behandelingen van mij zoals Charlotte. En ze konden oorbelletjes laten schieten. Er zijn er best wel wat die dat gedaan hebben. Dus super tof, super cool. Ja, Milky? Milky zit maar mee te praten. Zo. Kom hier, kom. Kom. Ja, kom. Kom maar. Kom maar bij mama, kom. Kom, ja, spring. Ja, je kunt niet zeker. Ik zal opschuiven, wacht. Kom. Kom. Voilà. Kom maar hier. Ik heb nu heel veel keelpijn en hoofdpijn. Dus ik ga gewoon mijn bed induiken. Het is 10 uur nu. We hebben nog best wel wat opruimwerk de komende dagen op kantoor. Maar komt goed. En jullie, ik wou echt gewoon ook even zeggen, gewoon, jullie waren allemaal zo lief, zo fijn, hebben echt zo goed gebabbeld met zoveel van jullie. En dat is gewoon zo hartverwarmend en het is gewoon fijn om ook, dit is gewoon waarom we het doen natuurlijk. En jullie zijn echt super lief, echt waar, allemaal stuk voor stuk, dus ik wil jullie echt allemaal bedanken. Om naar het event te komen, maar ook de mensen die gewoon de vlogs en zo kijken. Echt heel fijn. Trouwens, ook een cadeautje gekregen. Oei, het cadeautje. Oei, het kattenhaar is al gaan vliegen. Bevat al kattenhaar, wou ik zeggen. Had 2 maskertjes en chocolaatjes. Super lief en ik hou van maskertjes. Dat is van Hanne, Sam, Nona, Sien, Naya en Lore. En dat waren een groep vriendinnetjes. En ze waren allemaal 13 jaar. Ik denk Hanne moest nog 13 worden. En die waren zo lief. Als jullie kijken, jullie waren echt zo lief. Zo schattig, zo fijn, zo vriendelijk. Gewoon heel fijne meisjes. Dus houden zo, blijf zo. Jullie waren echt geweldig. Ja, het waren echt heel fijne meisjes. Plus, dan heb ik ook nog een brief gekregen. Van Marie, weet ik. Oh, nu hangt het kattenhaar hierop. Ziet je het? God. Erg. Een brief van Marie. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik wil me eerst klaarmaken. Dan ga ik mijn bed in kruipen. En dan ga ik de brief in bed lezen.
was dat de plan. Dus ik ga me snel helemaal ontschminken, mijn kleren uitdoen, iets anders aandoen. Hebben jullie mij gemist vandaag? Nee? Milky, heb je mij gemist vandaag? Nee? Niet gemist, zegt. Ja, en nu zegt je niks, hè? Hele dag door miauwt je. En nu zwijgt je voor de camera. Heb je mij gemist? Muffin, heb jij mij gemist? Maar Muffin miauwt echt bijna nooit. Traanoogje. Ik lig in bed. En ik heb net de brief van Marie gelezen. Zo hartverwarmend gewoon. Echt fijn. En ook gewoon fijn om te weten dat dingen die ik deel of vertel over mijn leven of mijn persoonlijk, dat dat andere mensen kan helpen in bepaalde manieren. Dat is echt heel fijn en heel lief, echt waar. Je moet echt deugd om dat te lezen. Echt heel fijn. Marie, trouwens, als je kijkt, ik heb net uw Instagram proberen op te zoeken. Maar er zijn wel redelijk wat. Maries? Ik heb uw achternaam, dan laagstreepje en uw voornaam. Maar zo vind ik er 5, dus ik weet niet. Allee, 5 in die aard zo. En dat staat op privé, dus ik kan dat niet te goed zien als jij dat zegt, ja of nee. Dan stuur me alsjeblieft even een Instagram DM als je deze vlog zou zien. Want ik wil toch graag even iets zeggen. Dus doe dat en alleszins heel hard bedankt voor de brief. I feel the love. Oh, dat is echt fijn. Dat is gewoon echt waarom ik dit doe. Gewoon dit. Gewoon jullie. En de liefde en de vriendschap. En voor mij zijn jullie gewoon allemaal vrienden. Dat is fijn. Oké, ik denk echt dat ik veel gepraat heb. Dus sorry, soms kan ik echt te veel praten in mijn vlogs. Ik weet het. Maar ik praat nu eenmaal graag. Maar alleszins, iedereen nog eens heel hard bedankt voor vandaag. Ook al konden jullie er niet bij zijn. Jullie ook gewoon bedankt om elke dag naar deze video's te kijken. Ik ga slapen, want ik ben stikkapot. En mijn huid is echt weer zo erg. Allee, zo erg. Ik weet dat het veel erger kan, hè, maar mijn huid is echt playing with me. Hè. Ik snap niet wat er aan de hand is. Ik heb altijd zo'n goede huid. Maar het zal gewoon zijn ook door het stress en gewoon veel te doen. Alleszins, slaap wel iedereen. Ik zie jullie allemaal graag. En ja, dank u nog eens. En tot snel.